Dit was mijn A7 III rig. En dit, dit is mijn Sony A7S 3 rig, de ultieme small rig setup voor handheld video. In deze video ga ik je een tour geven van mijn nieuwe small rig setup. En als je ergens interesse in hebt, dan staat er een heel uitgebreid lijstje met producten in de beschrijving. Mijn nieuwe setup is eigenlijk de 2.0 versie van mijn oude rig. Nou, sowieso is de camera verbeterd. Het is nou de A7S 3 dus dat is sowieso een flinke upgrade. En daarom is ook de cage veranderd. Nou, hierbovenop heb ik nu de Atomos Shinobi monitor. En dat is een upgrade ten opzichte van mijn oude Feelworld monitor. Hier aan de zijkant heb ik de Sony XLR K3M, dat is een XLR adapter. En daarin heb ik de Rode NTG5. Dus de audio-kwaliteit is ook flink verbeterd. En dan, als laatste, de grootste wijziging toch wel, zowel visueel als ja, qua functionaliteit, is dit uh, ROD systeem aan de onderkant en die V-mount op de achterkant. Deze V-mount geeft stroom aan mijn camera en ook via dummy-batterij aan de monitor. Dus hiermee kan ik echt super lang filmen. En ook al is deze setup veel uitgebreider dan de vorige, ik kan nog steeds gewoon prima het schermpje uitklappen en ik kan hem draaien zodat ik hem mooi van bovenaf kan bekijken. Waarom zou je nou zo'n uitgebreide small setup willen? Tja, waarom niet? Dit is toch gewoon gruwelijk? Als je hiermee aankomt bij klanten, dan zijn ze echt onder de indruk. Ik krijg altijd complimenten over oh, wat een fantastische camera kom je toch mee aanzetten of je hebt zeker een goede camera of een dure camera. En toen ik aankwam zetten met een kale camerabody, dan vroegen ze zich altijd af van: oh kom je filmen met een fotocamera of zo? Dus dat was nooit echt de beste indruk. En hiermee ja, maak ik gewoon indruk op klanten. En het klinkt misschien een beetje gek dat je daarom zo'n rig wil hebben, maar dat is één van de redenen waarom ik deze rig heb. En Daarnaast gaat het natuurlijk ook om kwaliteitsverbeteringen en gebruiksgemak. Nou, dit alles bij elkaar zorgt voor een beetje extra gewicht. Dus als ik nou handheld ga filmen, dan krijg je minder trillingen in je beeld. Dat is sowieso heel erg mooi. Maar daarnaast heb je op deze cage allerlei schroefgaten. En daarop kan je natuurlijk allerlei mooie accessoires toevoegen. Dat maakt jouw leven vaak gewoon veel makkelijker. Op dat schermpje kan ik mooi mijn focus kijken, mijn witbalans zien, mijn kleuren zien en noem maar op. De audio is supergoed. Ik heb nou een super lange batterijduur. Ik heb een tophandle, een sidehandle. Dus ik heb allerlei manieren om hem vast te houden. Dus al die redenen bij elkaar ja, zijn voor mij voldoende redenen om ja, toch op pad te gaan met zo'n grote setup. Ik kan hem bijvoorbeeld gewoon zo vasthouden. Dan heb ik één hand op de rechter side handle en met mijn linkerhand hieronder dan kan ik bijvoorbeeld scherpstellen of focussen. Ik kan hem ook zo vastpakken bij de top handle. Ik kan hem ook zo vastpakken bij de top handle. Ik kan de top handle zo laag vasthouden voor lage shots. Ik kan er van alles mee. En ik kan ook deze vier mount tegen mijn borst aandrukken. Dus als ik een extra steunpunt wil hebben, dan zet ik die tegen me aan. En dan is het beeld nog stabieler dan dat het al was. Nou, we gaan even stap voor stap door de hele rig heen lopen. We beginnen bij de cage. En de cage is eigenlijk de kern van je small setup. Het is ook het enige unieke aan de setup, want de rest is allemaal uitwisselbaar. De tophandle, de sidehandle, de vier mount de monitor-mount. Dat is allemaal uitwisselbaar en universeel. Maar de cage is dus uniek gemaakt voor je camerabody. Nou, deze is dus gemaakt voor de A7S3. En hij is praktisch hetzelfde als mijn oude cage van de a 7 III. maar dan met een paar kleine verbeteringen. Nou, ten eerste zit daar aan de onderkant een toeltje vast. En die zit met een magneetje vast, zodat het er niet uitvalt. Maar dat toeltje dat heeft dus een platte kant. En daarmee kan je platte schroeven vastdraaien en zo'n schroef zit aan de onderkant van de cage om jouw camera in vast te zetten. Nou, in het tool zit ook een super kleine hex key en die hex key wordt dus gebruikt om dit schroefje vast te zetten. Dus je hebt nou een schroef aan de onderkant van de cage zitten en hier aan de zijkant. Dus daardoor gaat de camera niet per ongeluk draaien in de cage. En een andere verbetering aan deze cage is het feit dat je nu veel makkelijker bij de poorten aan de zijkant kan. Dus dit is veel verder open dan bij mijn oude cage. Dus nu kan ik gewoon ten alle tijden bij ja, alle poorten van mijn camera zeg maar en dat is gewoon heel erg handig. Daarnaast is deze HDMI-klem een stuk verbeterd. Eerst was het echt zo'n flimsy dingetje en nu is die echt heel erg sterk. Dus kan met deze thumbscrew kan je hem goed vastdraaien. En dan blijft de HDMI-kabel gewoon goed zitten. Maar het mooie is dat je ook met een hex deze HDMI-klem nog extra vast kan draaien. Nou heb ik hier toevallig in deze sidehandle aan de onderkant een hex zitten. Dat is heel erg handig. Die kan ik hierop zetten. En dan kan ik hem extra stevig aandraaien, zodat je zeker weet dat hij nergens heen gaat. Nou, dan gaan we verder naar de tophandle. Die kan je heel makkelijk losmaken door dit uh, schroefje los te draaien en dan heb je een gouden pinnetje links en een gouden pinnetje rechts en als je die indrukt dan kan je heel makkelijk zo de tophandel eraf sliden. Nou die tophandel zit dus vast aan zo'n kleine nato rail en die nato rail die krijg je bij de tophandel. Nou, doe ik hem even terug. Zo, vastdraaien. Het is wel een mooie tophandel want deze is uh, mooi zacht van rubber zeg maar dus dat is wel uh, ja, goed comfortabel voor je handen. Aan de tophandle zit de monitor mount van Small Rig. Nou, dat is dus een monitor mount, daar zit een monitor aan. Maar die is dus heel erg handig, want nu kan ik heel makkelijk zo die monitor kantelen naar beneden rechtop zetten, een beetje schuin zetten. Ik kan hem eventueel losdraaien. Dus dan draai ik hem, ik weet nooit welke kant, linksom. En dan kan ik hem omdraaien, weer vastroeven. En dan kan ik bijvoorbeeld uh, ja, mezelf zien als ik mezelf aan het filmen ben voor een YouTube video. Heel erg handig. Aan de zijkant van de rig zit uiteraard de sidehandle. En ik ben niet gegaan voor de standaard houten handgreep die je vaak ziet. Die is misschien een tikkeltje comfortabeler, maar deze heeft veel meer functionaliteit. Zo zit er aan de bovenkant een cold shoe en een aantal schroefgaten, zodat je een hoop accessoires kan vastzetten. Nou, daarnaast heb je aan de onderkant een hexkey en die zit met een magneetje vast. En die is super handig, want hiermee kan je van alles doen. Hiermee kan je de sidehandle qua hoogte verstellen. Je kan hier de side handle zo extra strak vastdraaien. En je kan deze gebruiken voor ja, alle andere dingen op de rig. Dus, al met al vind ik deze sidehandle heel erg handig. En ik vind hem ook gewoon heel erg mooi zo in het zwart. Pas goed bij de rest van de rig. In mijn oude setup had ik op de sidehandle een Rode Video Micro zitten. En het werkte eerlijk gezegd best wel prima. Als ik ergens gewoon sfeergeluiden moest opnemen. dan werkte dat gewoon zeker goed genoeg. Maar nu ben ik gegaan voor echt super crispy audio met deze XLR microfoon. Dit is dus de Rode NTG5. En die zit aangesloten aan de XLR K3M van Sony. Dat is eigenlijk een digitale XLR adapter. En als je die zou aansluiten direct op de hotshoe van de camera, dan geeft die digitaal het signaal door. Dan hoef je ook geen kabels te verbinden met de camera. Dat is echt een geniaal ding. Ook stelt het jou in staat om op allerlei verschillende manieren geluid op te nemen. Je kan bijvoorbeeld vier kanalen tegelijk opnemen. Twee XLR's en twee gewone. Maar je kan ook allerlei dingen doen als ja, verschillende audio levels tegelijkertijd opnemen. Zodat je in post gewoon mooi kan kiezen welke je wil gebruiken. Ja, dat is dus echt een geniaal ding die adapter, maar ja, hij zit nou niet direct op de hot shoe, dus ik moet hem alsnog aansluiten met een kabeltje. Dus ik heb hier een uh, verloopstukje die van de hot shoe naar deze cold shoe gaat en daarop staat de adapter, dus hij geeft nog steeds het signaal digitaal door. Alleen ja, je moet er wel een uh, verloopstukje even aansluiten. Dan nog even een klein detail wat ik wil laten zien, Er is iets wat ik nergens online kon vinden, dat was de vraag, past de Rode NTG5 in de XLR adapter van Sony? En het antwoord is nee, dat past dus niet. Want de meeste XLR microfoons zijn vrij smal. En die gaat heel erg los zitten in deze adapter. Dan zal ik je laten zien wat ik gedaan heb. Hierin zitten nou een aantal rubbertjes. En deze rubbers die zijn eigenlijk speciaal bedoeld voor Sony-microfoons in zo'n adapter. Want deze aansluiting is eigenlijk exact hetzelfde op allerlei Sony producten. Dus als je kijkt naar cinemacamera's, zitten dus zo'n ding zit daarin. Alleen die Sony-microfoons zijn weer wat dikker dan de meeste XLR microfoons. Dus ja, ik had deze dus gekocht en dan krijg je twee van dit soort uh, rubberen dingetjes maar eentje daarvan is nog steeds te dun om dit mooi op zijn plek te houden wat heb ik gedaan ik heb er eentje omheen gedaan en dan die tweede die ik heb daar heb ik ongeveer een centimeter van afgesneden nou die doe ik dan omheen en dat samen dat zorgt ervoor dat hij precies goed is dus nou kan ik hem dicht doen en zo nou zit hij perfect nou gaat hij dus uh, nergens heen die zit gewoon goed uh, goed vast ik wilde al een langere tijd werken met V-mount op mijn rig en dat wilde ik zodat we meer gewicht kregen aan de achterkant van de rig. Eerst was die heel erg uit balans, dan ja, wipt die echt heel erg naar voren. Dus ik wilde eigenlijk zo'n V-mount aan de achterkant om het geheel wat meer in balans te brengen. En daarnaast is het ook een heel erg mooi ding eigenlijk om hem zo tegen je aan te zetten als extra steunpunt. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden, uiteraard wilde ik deze ook voor de langere accuduur. Nu geeft die stroom aan mijn camera en hij geeft stroom aan mijn monitor. Nou wat heb je dan allemaal nodig om zo'n V-mount te monteren? Nou, ten eerste heb je een speciale baseplate nodig, daarin gaan twee 15mm rods, aan de achterkant heb je een V-mount plaat nodig, je hebt natuurlijk de V-mount batterij nodig en je hebt een stroomkabel nodig voor je camera en een stroomkabel voor je monitor. Ik zal je even stap voor stap laten zien hoe het werkt. Nou die baseplate die zit dus vast met twee schroeven aan de onderkant van de cage en die zit vast met twee schroeven zodat hij ook weer niet per ongeluk gaat draaien, zit super stevig vast. Nou, als je nou nog een uh, snelkoppelplaatje van een statief wil monteren, dan kan dat in een van deze drie schroefgaten aan de onderkant. En dan kan je hem gewoon op een statief gebruiken. Nou, die twee 15 mm rods die gaan dus door die gaten heen, draaien gewoon vast met deze schroefjes aan de zijkant. Heel erg makkelijk. Nou, aan de achterkant van de rods heb ik deze vier mount plaat van Small gezet. En die kan je heel makkelijk vastdraaien met deze schroefjes. Maar ik kan er ook heel makkelijk die vier mount verwisselen. Dus stel hij is leeg, nou, trek die eruit, trek die eruit en dan up. Zo kan ik hem uh, heel makkelijk losmaken. Om mijn monitor van stroom te voorzien maak ik gebruik van deze Sony NPF dummy batterij en Die gaat dus hier via die kabel naar beneden. En die komt hieruit naar een D-Tap-aansluiting. En die D-Tap die zet je gewoon zo heel makkelijk in de V-Mount. De camera die krijgt stroom via USB-C naar USB-C. Dus dit is USB-C, prik je in de V-Mount. En deze USB-C gaat hier de camera in. De reden dat ik niet voor een dummy batterij ben gegaan voor de camera is dat ik eigenlijk ja, met deze setup gewoon altijd nog een volle accu in de camera heb als backup. En dat vind ik gewoon uh, zelf persoonlijk veel beter. Nou ik heb best nog wel wat uh, kabelmanagement gedaan. Die blauwe USB-C kabel die heb ik hier mooi om die rods heen gewikkeld zodat die niet in de weg gaan zitten. En die uh, dummy batterij naar die tap die heb ik door de HDMI kabel heen gedaan. Dit is een uh, HDMI kabel van Atomos en die is ja, coiled zoals ze zeggen. Maar die dummy batterij draad die gaat daar dus doorheen. Dus daardoor is dit mooi... Uh... Ja, mooi gemanaged, allemaal. Nou, de laatste accessoire die ik wil laten zien is deze rodklem voor Small Rig. En eigenlijk doet het helemaal niks functioneels. Het enige wat het doet is: het zorgt ervoor dat mijn rig niet omvalt. Toen ik dat kleine klemmetje daar niet had aan de onderkant, toen wipte hij nog vaak zo omver. Maar nu is hij uh, mooi stabiel en blijft hij gewoon mooi staan. Ja, dat klinkt misschien stom, maar ik vind het gewoon fijn dat als ik hem neerzet, dat hij er niet uh, ja, zo omwipt. Zeg maar, dat hij gewoon zo mooi uh, rechtop blijft staan. Zo alles bij elkaar is het echt de ultieme rig geworden. Je kan natuurlijk nog zeggen: van oh ja, er moet eigenlijk nog een matbox aan de voorkant. Want ja, met een matbox heb je echt de ultieme flex als je bij klanten aankomt. Maar ja, ik vond dat een beetje too much worden. Dus ik vond het wel prima zo. Je zou ook nog kunnen zeggen: van nou, er moet een volle focus aan de zijkant. Maar ik vind eigenlijk gewoon ja focussen zo met mijn hand op de lens wel prima zo. En dat was het weer voor deze video. Vond je dit de tof? Vond je mijn rig tof? Laat dan even een dikke like achter. Want met een like kan mijn kanaal echt heel erg supporten. Vergeet ook niet. Te abonneren op mijn YouTube-kanaal als je niks meer wilt missen. En dan zie ik jou in de volgende video. Later!